meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt ook dat het eigenlijk een bufferstaat had moeten blijven. En waar ik nou bang voor ben, is dat, hoewel de Russen hiervoor verantwoordelijk zijn, dat dat dadelijk ook onze oorlog gaat worden. Dat iedereen die nu roept van sancties, 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 en premier Rutte staat vooraan, die vergeet twee dingen. Ten eerste, dat sancties werken niet. Wij hebben sancties als PVV ook eerder gesteund toen de Rusland de Krim binnenviel. En die hebben niet geholpen. Sancties zijn ineffectief, niet doen. En leiden ook tot een tegenreactie. Je zal zien dat de Russen dan ook met sancties komen. Want die laat zich natuurlijk niet dat zomaar gebeuren dat zij alleen sancties krijgen. En dat betekent, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft er al op gehind van Rusland, dat in Nederland die gasprijs en die energieprijs nog verder gaat stijgen. Dat we misschien nog, weet ik hoeveel vluchtelingen ook Nederland in krijgen. En dat is niet in het Nederlands belang. Meneer Wilders, dus ik zou zeggen, niet doen.